De mediamarkt is hartstikke populair en succesvol. Veel tevreden klanten dus. Maar als er iets mis is met je aankoop, dan wordt het opeens een stuk lastiger. De service schiet ernstig tekort. Hier aan tafel Barry van Ruiven, directeur van de Mediamarkt Nederland. En een tribune met ontevreden klanten. Hartelijk welkom allemaal. Ik begin met u, mevrouw Mostert. Wat was er bij u in de hand? Ik kocht eind augustus een laptop. En na ongeveer 3 à 4 weken... was een stukje van het scherm, werd zwart. En een dag later was het hele scherm was zwart. Naar Mediamarkt Alkmaar gegaan. Die mij meteen al eigenlijk verantwoordelijk daarvoor stelde. Dat ik het had gedaan. Een brief gestuurd. En Mediamarkt kwam met een oplossing dat het ook aan mij lag. En ik €180 moest betalen. En dat ding was, ik had hem 4 weken in bezit. En ondertussen heb ik hem al 6 weken niet meer. Want hij ligt nog steeds bij Mediamarkt. Want ik ga dat niet betalen. Nee. Dus de Mediamarkt zegt, het is uw eigen schuld en het kost €180. Ja. Ja. Meneer van Ruiven, hartstikke goed dat u er bent. Eigen schuld en betaal maar €180, zegt de Mediamarkt. Nou, Mediamarkt heeft maar één belang en dat zijn tevreden klanten. En ik vind het bijzonder vervelend dat u een ontevreden klant bent. En dat u een klant bent die misschien zelfs wel gefrustreerd is. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Dus dat wil ik op voorhand zeggen. We hebben keurig netjes van u de klachten mogen ontvangen. Dank daarvoor. Ik heb ook persoonlijk ben ik door alle klachten heen gegaan. Ik heb ook uw klacht gezien. En ik zou heel graag u willen uitnodigen om op zeer korte termijn samen met mij in gesprek te gaan om te kijken hoe we dat ontevreden gevoel kunnen wegnemen. Ja. Heeft u een suggestie? Naar de uitzending, lijkt mij. Ja, naar de uitzending. Ja. mij lijkt de 180 euro dat die mevrouw niet hoeft te betalen. Wat ik al zei, ik denk dat het heel goed is dat mevrouw en ik met elkaar in gesprek gaan. En dan ben ik ervan overtuigd dat ik de onvrede kan wegnemen. Oké. Okay. Erna van der Gift. Ik hoop dat ik er ook van overtuigd van zijn dan. We houden dat in de gaten. Dat horen we later. Ja. Mevrouw van der Gift, wat is uw verhaal? Ik heb in 2012 een laptop gekocht voor mijn zoon, voor zijn opleiding. En daar moest dus expliciet Windows 8 op kunnen draaien. In oktober kwam toen Windows 8 uit en die deed het niet op de laptop. En naar de Mediamarkt gegaan in Zwolle. Die verwees ons naar Asus, die verwees ons weer naar de Mediamarkt. En uiteindelijk bij de Mediamarkt gebleven. En wel tot 8 keer terug geweest. En elke keer werd gezegd, kom morgen maar terug, dan hebben we een oplossing. Of je geld terug, of een vervangende laptop. En elke keer, elke keer hadden ze een ander verhaal. En op het laatst kwamen ze nog van, we kunnen jou minder geld teruggeven. En wil je het volledig gebracht, moet je zomaar even gaan aanwijzen wie hem die laptop heeft verkocht. Wie de verkoper is, moest u gaan aanwijzen in de winkel. Ja. Dus heeft u dat gedaan? Mijn zoon is meegewezen naar beneden. Heeft de verkoper aangewezen. En toen kwamen ze met het verhaal van, we denken dat jij maar zo iemand aangewezen hebt. Gewoon om dat geld terug te krijgen. En toen ontstond daar een beetje een intimiderende sfeer. En er kwamen beveiligers bij en zo. Want ik werd natuurlijk boos. En toen was het al begin januari. Dus we waren al 2,5 maand bezig. En toen uiteindelijk toch maar akkoord gegaan met €150 minder terug om uit die sfeer te komen. Maar nog wel met iemand van de serviceafdeling overlegd van, ik ben het er toch niet mee eens. Ik wil dat je dat opschrijft. Ik wil dat jij je handtekening daaronder zet. Ja. Weer een klacht ingediend. Weer naar Mediamarkt Nederland geschreven. Ik kreeg een brief terug van, Mediamarkt Zwolle neemt contact met je op. En dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Oké, zij spelen hier meer dingen dus. Allereerst, mevrouw krijgt niet het complete bedrag terug. Want ze moeten eerst de verkoper aanwijzen. Op een, als ik van u begrijp, intimiderende manier is dat gebeurd. En vervolgens gaat mevrouw akkoord, onder dwang, zegt ze. En ze neemt contact op om klacht in te dienen en hoort nooit meer iets. Wat heeft u? Dat is bijzonder spijtig. En het raakt mij ook persoonlijk. Mediamarkt is in 13 jaar een groot bedrijf geworden dankzij onze prijzen, ons enorme assortiment, maar ook dankzij onze servers. En we hebben heel hard gewerkt om klanten, zoals u, ook op een juiste wijze te behandelen. En maar wat zegt u op dit verhaal? Ja, dat is gewoon niet gelukt. En dat is niet goed. En als je naar de regeltjes kijkt, kun je nog discussiëren over het feit of we de regels wel of niet nageleefd hebben. Maar regels is voor ons een basis. Maar komt het vaker voor dat ze zeggen, je krijgt pas het volle bedrag terug als je de verkoper aanwijst? Nou, waar het om gaat is, als je kijkt naar onze servicevoorwaarden, dan zijn we heel coulant en leven wij meer dan de regels na. Alleen waar het om gaat, en ik ben zelf iemand van de vloer, ik heb jarenlang zelf een mediamarkt gerund. En ik heb gezien hoe onze medewerkers met die mensen aan de slag gaan. En soms is het meer dan alleen regels. Soms is het gewoon aanvoelen, is het communicatie. Maar ik wil dat even van u dat is hier niet goed vraag. Gegaan.
Komt dat vaker voor, dat ze zeggen, u krijgt alleen het volledige bedrag als u de verkoper aanwijst? Nee, ik herken maar daar totaal herkent niet u niet? Nee. Nee. Mag dat gebeuren in de mediamarkt, vindt u? Nee, dat is wat ik wel bedoelde te zeggen. Waar het om gaat is, op het moment dat je regels hebt, en wij zijn ervan overtuigd dat we de regels heel goed naleven. Ja, maar wij kennen die regels niet, dus ik vraag even aan u, mag dat in de mediamarkt? Nee. Dat mag niet. Nee. Nee. Het gaat ook een kassabon, en dat moet voldoende zijn. Hoe kan het dat mevrouw maar niks hoort op de klacht? Nou ja, kijk, dat is iets wat ik zeker mee ga nemen. Want van de 15 klachten die ik van u heb mogen krijgen, ga ik daar lessen uit nemen. En een van die dingen is, afspraak is afspraak. Ja, dat geldt voor iedereen, dat geldt voor elk bedrijf en dat geldt ook voor ons. Dus als u belt, als u met ons contact opneemt, dan behoort u ook teruggebeld te worden. En dan behoort u ook een fatsoenlijk antwoord te krijgen. Dat is een goed voornemen. Steven Koelma. Ja, ik heb ook een laptop gekocht bij de Mediamarkt in Groningen. Die is binnen een half jaar kapot gegaan. Er kwamen een rare kleuren in het scherm. Door aan het scherm te zitten kwam het nog wel bij het beeld wel weer normaal. Maar op een gegeven moment kwam er een inwendige barst ingeleverd bij het reparatiecentrum in Groningen. Is opgestuurd, kreeg ik een prijsopgave terug. 180 euro moest ik betalen. Was ik niet mee eens. Aangetekende brief gestuurd. Reactie gekregen. Daarin stond, of kwam erop neer, dat het mijn fout zou zijn. Goed, was ik er absoluut niet mee eens. Toen ik contact gehad met het juridisch loket. En zij zeiden van, ja, je staat wel aan je recht. Maar je hebt de pech dat je tegen zo'n groot concern staat als Mediamarkt. Dus je lijkt dan het kortste eind te trekken. Ja, dus het is eigenlijk weer een beetje hetzelfde verhaal. Hè? De klant heeft een klacht, gaat meerdere keren terug. En de Mediamarkt zegt, ja, het is eigen schuld. Zelf betalen. Ja. Kijk, ik neem deze klachten heel serieus. En wat voor mevrouw Mostert en voor de andere mevrouw geldt voor u natuurlijk precies hetzelfde. Wij staan voor tevreden klanten. Ja, op het moment dat wij al onze klanten zo zouden behandelen, dan zouden er geen klanten meer over zijn voor ons. Dus, nee, u gaat hiermee aan de slag? Ik ga hiermee aan de slag. Okay. Hoe gaat het er nou aan toe op de afdeling van de Mediamarkt? We gingen met twee klanten en de verborgen camera terug naar de winkel. Hij is 4 of 5 keer heb ik hem opgestuurd. En ik ben hier inmiddels nou misschien toch wel 10 keer geweest om te vragen wat ik moet doen. Ja, 7, 8 keer ben ik denk ik teruggereden. Heb ik het daar volgelegd. Ja, ze begrijpen me wel, maar oplossen doen ze niet. Tja, en dan blijf je dus zitten met een telefoon die vaak zomaar uitvalt en een computer met strepen op het scherm. Pas gekocht en nog midden in de garantie. Romee en Patrick zijn inmiddels vaste klant bij de servicebalie van de Mediamarkt. Maar ze komen geen stap verder. Ik heb hem net weer een week en toen liep hij gelijk weer vast toen ik hem had. Ik keek gewoon een film en hij liep vast. En elke keer verschijnt er een vreemde streep, zeg maar, in. Nou loopt hij opnieuw vast, hij hapert. Hij is 3 keer opgestuurd. Hij is 2 keer naar een desbetreffende reparatiebedrijf opgestuurd die het niet kon vinden. Toen is hij naar een andere gestuurd die wat meer gespecialiseerd is, zeggen hun. En daaruit blijkt dat ze het weer niet kunnen vinden. En ja, wat doen ze? Het probleem leggen ze bij de klant neer. Hun kunnen het niet vinden. Dus daar blijft het bij. Wij geven geen vergoeding, geen geld terug, geen nieuwe telefoon. En wat heb ik? Een telefoon die 5, 6 keer per dag uitvalt. De service van de Mediamarkt vind ik echt waardeloos. Ze hebben eigenlijk nooit mijn klachten serieus genomen, voor mijn gevoel. Ik word eigenlijk van het kastje naar de muur gestuurd. En van zo'n grote keten verwacht je echt veel meer. Nou, wij willen wel eens meemaken hoe die service van de Mediamarkt is. En gaan met verborgen camera mee. Eerst moeten we natuurlijk een nummertje trekken en wachten op onze beurt. Hé, hey, daar heb je ook Pascal, die zit ook in de wacht. En ja, daar gaan we. Ik ben gewoon heel ontevreden met het product, ook met de service eigenlijk. Ja. En dit had al in de garantietijd kunnen worden verholpen. De medewerker is uiterst vriendelijk, maar ja, hij mag niks beslissen. Het enige wat ik kan doen is hem dan voorleggen aan meerdere die ernaar gaan kijken. Ik weet niet of hij dat al heeft gedaan. Aan wie? Nou, aan een meerdere die er even naar gaan kijken. Ik zelf kan alleen maar beslissen om hem inderdaad door te sturen naar een reparateur die nakijkt. Ja, daar komen we niet verder mee. De leidinggevende is er niet en doorsturen, dat geloven we nu wel. Eens kijken of Pascal verder komt. Ik ga even kijken of ik de leidinggevende van Telecom kan pakken. Want van de service, mijn leidinggevende is toen met maand op vakantie. Waar zijn toch al die leidinggevenden als je ze nodig hebt? Ik ben gewoon niet geautoriseerd om zomaar iets te ruilen. Ik heb de bevoegdheid gewoon niet. Dus ik kan geen kopietjes overal van maken dat ik gewoon morgen vraag of de leidinggevende Nou, tot op heden heeft geen leidinggevende Pascal gebeld. Of was misschien net op dat moment weer zijn telefoon heel even uitgevallen. Alleen een leidinggevende kan de cirkel doorbreken. Maar ja, ze zijn er nooit.
En de servicebalie kan alleen maar doorsturen naar het reparatiecentrum. En daar kunnen ze niks vinden. Het is om gek van te worden. Gekhuis! Gek! We gaan met de laptop en de telefoon naar Repot, een onafhankelijk reparatiebedrijf, voor een second opinion. Eerst bekijken we de telefoon. Het blijft een vage klacht en lastig op te sporen. Zelfs voor Repot, die wel de tijd neemt voor onderzoek, wat ze in die grote onderzoekscentra vaak niet doen. Wat wij van horen zeggen hebben, is dat dus in een reparatiecentrum komen zoveel toestellen binnen, dat een monteur daar minimaal 25 toestellen op een dag moet repareren. Maar goed, dat is van horen zeggen, dat heb ik niet van eerste hand. En heel eerlijk, dan moet je als reparateur goed je best doen. Dus ja, de toestellen met vage klachten, heel eerlijk, als ik hier een rondvraag zou doen, zouden ze ook zeggen, die leg ik als eerste apart en die doe ik weer in mijn bakje. Dan heb ik er bijvoorbeeld nog maar 20 in mijn bak zitten. Nou, dan met hangen en wurgen kan ik mijn dag afmaken. En dan zie ik ze nog wel een keer, maar dan zitten ze bij mijn volgende workload. En dan de laptop. Dat is makkelijker op te sporen. Nou, daar is uitgekomen dat op een aantal punten de klant inderdaad gelijk heeft. Het probleem is dat er af en toe dunne zwarte streepjes door het scherm heen schieten. En dat werkt verstorend. En dat een beetje afhankelijk wie je aan het doen bent. Maar ja, dat is gewoon, ja, dat hoort niet. Het is waarschijnlijk echt een hardwareprobleem. Maar voorlopig blijft bij moeilijke en vage klachten voor klanten van de Mediamarkt niks anders over dan heen en weer lopen. Ja, meneer Van Ruiven, herkent u het beeld dat door dit reparatiebedrijf wordt geschetst? Nou, ik heb goed geluisterd naar het verhaal van de meneer van Repot. En wat mij wel opvalt, is dat hij start van ik heb het niet uit de eerste hand, ik heb van horen zeggen. Dat vind ik niet heel erg sterk. Wat wij doen is wij maken gebruik van geautoriseerde servicecentra. Vaak ook door onze leveranciers aangewezen, omdat specialistische kennis vandaag de dag met consumentenelektronica echt noodzakelijk is. Maar klopt het dat ze te weinig tijd hebben om goed onderzoek te doen voor de lastige klachten? Nou, de servicecentra's die wij gebruiken zijn zeer gespecialiseerde servicecentra. En die hebben voldoende tijd om ervoor te zorgen dat de producten die tegenwoordig steeds beter worden, maar helaas gaan er toch nog een aantal defect, om die binnen een bepaalde tijd en liefst zo snel mogelijk weer functioneerbaar bij de klant te krijgen. En dan de vraag, waar is die leidinggevende als je hem nodig hebt? Ja, ik snap dat u de vraag stelt in het filmpje. Het werd natuurlijk duidelijk dat de leidinggevende in dit geval niet was. Maar waar het natuurlijk om gaat is, wij hebben een bedrijf met 32 vestigingen, 4000 mensen die elke dag, en gelukkig werd het in het filmpje ook aangegeven, zo klantvriendelijk mogelijk met klanten bezig zijn. Dat is zeker. Ze zijn allervriendelijkste servicemedewerkers, ja. Maar ze mogen niks beslissen. Dus daar sta je dan. Dan kun je niks. Als de leidinggevende het enige is die iets mag doen. Nou ja, kijk, in dit filmpje komt dat natuurlijk heel duidelijk naar voren. En dat is natuurlijk bijzonder spijtig. En daar trek ik ook absoluut een les uit. En dat neem ik ook absoluut mee. Gaat u dat veranderen? Nou, wat wij doen is, wij hebben een heel duidelijk beleid. Wij zijn ervan overtuigd dat klantgerichtheid en servicegerichtheid alleen nog maar belangrijk gaat worden in de toekomst. Ja, maar in deze gevallen is dat dus misgegaan. Gaat u dat oplossen? Nou, wat ik al zei, ik heb de 15 klachten die ik van u heb mogen ontvangen zelf persoonlijk helemaal doorgenomen. En ik wil ook echt contact opnemen met al die 15 mensen, om met die mensen erover te praten, om te kijken of ik dat ontevreden gevoel toch nog weg kan nemen. En vervolgens zullen we de lessen eruit trekken en die meenemen, en om ervoor te zorgen dat we uiteindelijk toch bij die 100% klanttevredenheid gaan komen. We houden het in de gaten. Hartelijk dank. U ook. Hartelijk dank.